welkom back bij een nieuwe video. Ten eerste wil ik iedereen bedanken die naar mijn Suriname vlogs hebben gekeken. Ik heb zoveel kijkers, nieuwe kijkers gekregen, nieuwe abonnees. En ik heb veel positieve reacties gekregen dat mensen het echt een leuke vlog vonden. Of vlogs vonden. En dat deed me echt goed, want ik probeerde echt jullie met alles mee te nemen en mooie beelden te maken van Suriname. Dus daarom wil ik jullie echt bedanken. Dat gezegd te hebben. Het is vandaag vrijdag. Ik begin mijn dag met te gaan naar de sportschool. Daarom zie ik er zo krokant.nl uit. Maar niemand heeft tijd. Niemand heeft tijd om mooi mee te spelen in de gym. Waar je gaat zweten en zo. Dus ik heb mezelf zo erg gepusht om naar de gym te gaan. Vooral ook ik geen gymmeid ben. Maar het is nodig. Want het is gewoon nodig. Kijk. Ja, het is gewoon nodig om naar de gym te gaan. Want je kan niet alleen vreten. En denken dat je zo blijft. En ik train maar één keer in de week bij voetbal. En dat noem ik niet echt trainen. Dus ja. Anyway, ik ben onderweg naar Basic Fit. En ik ga kijken wat ik ga doen. Ik heb die Basic Fit app. Dus daarin kan je dus zeg maar trainingsschema's downloaden. En dat heb ik dus gedaan. Dan zou ik niet weten wat de fuck ik daar moet doen. Ik ga stuk. Dus ja. En ik neem jullie gewoon gezellig mee. Hey, mijn haar. Ik kan niet meer. Maar ja, niet erg. Maakt niet uit. Ik zie jullie straks bij de gym. Oké, ik ben thuis. Ik heb niet gefilmd bij de sportschool, want ik vond het awkward en het was druk. Het was echt druk. Maar in ieder geval, ik ben blij dat ik ben gegaan, want dat is what matters. Ik ben daarna ook even snel naar Albert Heijn gegaan, omdat ik zag dat ze, pakjes drinken in de aanbieding hadden. Dus toen ging ik even snel naar Albert Heijn. En dat wil ik jullie even laten zien. Deze. Dit was drie van die pakken voor 6 euro. Nou, laat je niet liggen. Dus ik heb drie van deze dubbel fris genomen. Dan heb ik twee van deze appelsientjes genomen. Ze zijn wat kleiner. Precies goed voor Shakur. En eentje van deze. Zelfs deze was in de aanbieding, maar deze was alleen met sinaasappel. Ik hou van die multi, dus deze pakken drinken heb ik gehaald. En dan heb ik nog deze smoothie van mango en passionfruit. Deze ga ik straks drinken als ontbijtlunch. En deze met aardbei, banaan en sinaasappel. Deze waren trouwens 2 euro per stuk. Ik heb 2 van deze ginger shotjes en deze zijn hot. En twee van deze melk eitjes. Dus die zet ik in mijn snoeppot op de gang. En vanavond heb ik een girls night. Met meiden van voetbal. Maar niet, hoe moet ik het uitleggen? Dit zijn meiden waarmee ik jaren heb gevoetbald en met sommigen nog steeds voetbal. Echt vanaf mijn 16e, 17e voetbal ik al met een paar van deze dames. En once in a while spreken we met elkaar af om gewoon een get-together te hebben bij iemand thuis. De laatste keer was het bij mij thuis. Toen was ik zwanger van Shakur, dus dat was december tijd 2020. Was de laatste keer dat we een dineravond bij mij.
Daar had chef Bolle van de keuken voor ons gekookt. Ze hadden de hele tafel vol met eten. En dan gingen we gewoon lekker eten. Daarna gingen we spelletjes spelen. Dus dat was echt leuk. Dus vandaag hebben we weer eentje bij iemand anders thuis. En vandaag hebben we dan besloten om die rainbow dingen te doen. Ik heb oranje gekozen, want oranje is gewoon een van mijn lievelingskleuren natuurlijk. We hebben niet besloten om heel veel te doen. Want anders wordt het gewoon te veel en dan is het zomaar. En we doen ook nog een ander spelletje, die we altijd ook doen. Dat is een spelletje met cadeautjes. Je koopt één serieus cadeau en één onserieus cadeau. En ik heb dat gisteren gekocht, omdat ik dacht van, dan moet ik het alvast doen. Ik heb misschien vandaag geen tijd. Dan moet ik het erbij pakken. Alles in mijn kamer gestashed. Dan moet ik even laten zien wat ik voor mijn rainbow mandje heb. Hamsters, chips. Die vond ik wel oranje genoeg. Doritos. 8 van deze blikjes. 3 van deze chocolaatjes. Eigenlijk zomaar, maar om het te vullen. En lollies. Volgens mij, ja. En deze. Dus later in de avond. Later in de avond ga ik het in een mandje zetten. En dan gaan we naar huis. En mijn serieus en onserieus cadeautje is. Zijn. Mijn serieus cadeau is dit. Dat heb ik gewoon bij Action gehaald. Eigenlijk ook het voor mezelf, maar misschien win ik het wel. Facial steamer. Facial spa steamer. Dus je kan je gezicht lekker stomen. Dat is een serieus cadeau. En onserieus cadeau is een kapot grote onderbroek. Gewoon bij Action. Zie je dat? XL. Dus het is gewoon een oma onderbroek. Ik ga het gewoon zo laten in dat ding. Met een mini maandverband. En, trek lekker. Jezus. Het ruikt gewoon spang. Het ruikt gewoon naar parfum of zo. Parfum. Oh ja, ik zie het. Ja. Iets met parfum of zo. Maar het ruikt lekker. Als je het wil, deze. Staat erop, platinum. Maar dit ruikt lekker. Het is gewoon een mini pak. Anyway, dat heb ik gekocht voor onserieus. En omdat het onserieus is, ga ik het in zo'n mooie doosje zetten van de Action. En dat later. Dan lijkt het alsof dat de serieuze cadeau is. Oh, misschien moet ik dit toch eraf halen. Ik ga het gewoon eraf halen. Mensen gaan het misschien eens dragen, maar het maakt niet uit. En dit past niet. Eigenlijk gaan ze denken, het is gewoon van mij. Oké. Okay. Ja, laat het gewoon zo gestrikt. En dan vouw ik het op. Want de eerste ronde gaan we draaien, draaien, draaien. En bij daar zijn die cadeautjes nog niet uitgepakt. Bij de tweede ronde, dan mag je de cadeautjes pas uitpakken. En dan pas zie je wat je hebt. En dat is leuk. Die mensen gaan uit op verpakking. Van, Saang, dat ziet er echt leuk uit. Dus dat wil ik wel. Dus dat is het zo. Wanneer het openmaakt. Bam. Maandverband met de grote onderbroek. Fijn als je dat wint, man. Maar goed. Dat is dus voor vanavond. Wat ik nu ga doen, het is nog vroeg. Ik ga nu gewoon aan het werk. En tijdens mijn werk ga ik ook aan mijn studie zitten. Misschien zet ik dit ook erbij. Dan weten ze dat het nieuw is. En even een hoofdstuk van mijn studie maken. En daarna gewoon werken. En dan zie ik jullie later of zo, man. Mensen. Ik heb besloten. Nou, ik heb het besloten. Ik ga. Even. Gewoon nu alvast die dingetjes inpakken. Dan weet ik van. Ik heb alles al klaar. Want ik ben altijd last minute. Maar ik had geen cadeaupapier meer. Ik heb alleen deze nog. Van Sinterklaas.
En alleen deze stuk papier heb ik over, hè. Dus ik hoop dat het gewoon past. En dan ga ik het inpakken. En ik heb ook besloten om die onderbroek en, hoe noem je dat, maandverband in te pakken, zodat het nog spannender is wanneer diegene het uitpakt. Dan zie je niet meteen van, oh, is een onderbroek. Dus ik ga dat nu eventjes doen. En daarna ga ik die chips er zo inpakken. Ik wil echt weer op vakantie, man. Kijk, het is al verkeerd. Het is al... Ik kan niet met mezelf. Oh mijn god, het is hier al gescheurd. Kom zo bij jullie. Nou, dit is het geworden. Maar het is ook een trick van als je cadeautje er niet aantrekkelijk uitziet, dan wil niemand jouw cadeau winnen. Dus, dit is het. Hier kan ik wel nog even een stukje gebruiken. Het is gewoon omdat dat ik geen genoeg cadeaupapier heb om het mooi in te pakken. Want ik kan best wel cadeautjes gewoon leuk inpakken hoor. Maar, dat is een beetje verpest. Anyway... Het is ingepakt. Dan heb ik dus die onderbroek. Het ruikt echt lekker, hè? Nou, ik heb dit. Dus ik ga het gewoon samen. Zo. Zo. Gaat het dan erin? Ja. Inpakken. Oké, camera. Ik ga nu al stuk, want kijk hoe het eruit ziet. Het is zo lelijk, maar ja, maakt niet uit. We stoppen het erin, pap. En een beetje drukken. Want wanneer het openmaakt, denk je, ai, terwijl, niks hoor. Pap. Dus mijn cadeautjes zijn klaar. Dus dan ga ik nu eventjes... een mandje zoeken en mijn dingetjes erin zetten. Nou, ik heb dit mandje. Dit mandje gebruik ik niet eens. Ik had het gekregen toen Shakur, toen ik nog zwanger was met mijn baby shower, had ik dingetjes erin. Maar ik heb er geen plekje voor kunnen vinden, dus ik heb het altijd gewoon bewaard. Ik had wel ook andere delen ervan, die heb ik wel... gebruik. Die zijn wel in gebruik, maar voor deze nog niet. Dus deze komt goed van pas. En ik neem het toch weer terug mee naar huis. Dus. Gaan we nu even kijken. Hoe ik alles erin ga zetten. Het hoeft niet mooi erin te gezet te worden, want uiteindelijk is het alleen voor de sier. Dus. Ik wou het nog leuk maken. Met ballonnen of zo. Nou, laten we het inpakken.
Dus is gewoon die pakket. Het is meer drinken dan dingen. Maar ja, dat was ook eigenlijk de afspraak dat we meer drinken zouden brengen. En ga kijken. Ik ben altijd extra. Dus ik ga kijken of ik misschien nog een ballonnetje erbij kan hebben of zo. Maar ik heb volgens mij geen oranje ballonnen. Misschien goud. Ik ga gewoon kijken. En als ik niks heb om het extra leuk te maken, dan houdt het gewoon. Dan is dit het gewoon. Ja. Ik zie er gewoon niet uit. Ik zie er echt uit van, ah, ik ben thuis. Maar het kan gewoon. En die wimpers irriteren me weer. Want kijk hier. Deze kan nog, soort van. Maar deze is echt fout. Maar volgende week heb ik een afspraak. Maar goed, ik denk dat ik jullie er later weer bij pak. Misschien 2:30. Ja, later er weer bij pak. Voordat ik naar het ding ga, denk ik. Ik heb van alles blauw. En jullie? Ik heb panda. Ik heb paarse bergen. Eet wat koud, ik ga het. Bon appetit. Eet smakelijk. Bon appetit. Eet smakelijk. Smakelijk. De volgende dag, zondag. En ik vlog best wel laat vandaag. Het is al 4:30. Maar ik dacht, pak jullie er toch even bij. Want ja. Ik had vanmorgen een klantje. Dus die heb ik gedaan. En Amaya wilde graag naar de bioscoop. Dus we gaan nu naar de bioscoop. En ja. Dan nemen we nu natuurlijk gezellig ook eventjes mee naar de bioscoop. Dag Maya. Ja. We zijn weer in de auto. Ik vond het persoonlijk een hele leuke film. We waren naar de Mummies gegaan. Amaya, hoe vond jij het? Ja, ik vond het een leuke film. En wat ook heel leuk was, was dat we een kijker hebben gezien. In Pathé. Echt zo leuk. Een moeder en een dochter. En dat vond ik echt leuk. Ik weet echt nooit hoe ik moet reageren. Wanneer mensen op me afstappen. Maar hey, ik kijk naar je vlogs, het is echt leuk. En dan voel ik me zo awkward, maar altijd bedankt hoor. Ik vind het wel leuk, shout-out naar jou of u van de Pathé Arena. Maar oké, ja, het was een leuke film. En de camera is dof of zo een beetje. We gaan nu naar huis. Het is 7:50. We gaan naar huis en ja, eten en gewoon thuis verder chillen. Oh mijn god, ik zit lekker te chillen in de zon op mijn balkon. / salon. Hey, het rijm. / salon. Het is vandaag zondag en ik ben net klaar met de klant. Ik laat hier even zien hoe ik haar heb gedaan.
ik vond het wel heel mooi. De zon schijnt zo lekker hier. Oh my god. Het is nu over 1. Dus ik ga... Ja, Maya moet vandaag naar zwemles. Dus ik ga haar later naar zwemles brengen. Ik was aan het twijfelen of ik haar nu los moest maken of na zwemles. Na zwemles. Maar na zwemles, ze zwemt tot 5 uur. En dan wordt het zo laat en zo. Want ik moet haar ook wassen. Dus eigenlijk... Maar als je het voor doet, dan ben je bezig en dan moet ik naar zwemles. Terwijl je naar zwemles. Jawel, dus knip gewoon de helft. Dus ik denk dat ik het wel ga losmaken, zodat ik het alleen los heb gemaakt. En na zwemles kan ze het dag gaan, kunnen we het wassen. Want als ik het alles moet doen na zwemles, dan ben ik ook moe. Dus ik ga het nu gewoon knippen, losmaken. In een bolletje zetten en dan kan ze zo zwemmen of in 2 vlechten of in 4 vlechten. Laten we dat maar even gaan doen en genieten van de zon. Bij de auto was straat beland, omdat Shakura zo graag even naar buiten. Dus we zijn even naar buiten gegaan, omdat die auto toch gewassen moest worden. Dus we kunnen even rondrennen. Oei, wat is koud! Ik wil echt weer naar Suriname, want het is zo vreselijk koud, hè. Goed, ja. Kom aan deze kant.